Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh Jeroen, deze ga je terugkrijgen, vriend. Yo, yo, wat vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Harm. En vandaag gaan wij weer heel veel vette avonturen in Minecraft meemaken. Ja hoor. Het is nu nacht aan het worden en ik hoor mijn kat slapen. Maar je draait wel in je slaap. Je bent een beetje gek bezig, vriend. Oké, okay, even gauw slapen, want dat kan er niet. Ik moet even wachten. Ik hoor ook een zombie buiten. Wat? Hoezo staat hij in de fik? Huh? Oh, de zon komt juist op. Never mind, de zon komt juist op. Oké. Okay. Ja, weet je wat? Ik ga jou heel snel even killen. Vriend, hoppakee, sterf. Alright, ik gooi even een bordje op de Wall of Fame. Even bovenin. Vandaag komt Mr. Lucky erop. Gefeliciteerd. Deze persoon komt er namelijk dit voor in je onderwaterbezem. Maak daar je nether portal en maak een conduit. Nou, ik wist echt niet wat een conduit was. Ik heb er wel eens wat kijkers over gehoord. Maar daarvoor heb ik dus die Heart of the Sea nodig. En die soort van gekke schelpen. Zo kan je een conduit maken. En dat is een soort van beacon voor onder water. Dus dat is echt iets wat ik in mijn onderwaterbeest wil hebben. Want ja, ik heb er onderwaterbeest achter, zoals je hem ziet. Wist je daar nog niet vanaf, dan heb je de vorige aflevering gemist. Die moet je zeer zeker even checken. En je moet ook zeer zeker even gaan abonneren op mijn kanaal. Want anders stop ik met Minecraft. Zoals jullie weten, december komt er bijna aan. En ik wil misschien elke dag in december gaan uploaden. Maar daarvoor wil ik wel even lekker wat abonneetjes erbij. Dus ben je nog niet geabonneerd en wil je meer Minecraft? Nou, dan moet je mijn ding doen en dat is gewoon abonneren. En als je dat niet doet, ja, dan upload ik in december helemaal niks. Is misschien niet zo slim, want dan verdien ik helemaal niks. Maar ik doe het niet. Ik doe het lekker gewoon niet. Dus allemaal even abonneren. Duimpje omhoog. Dankjewel. Alright. Yo, wat is dat? Dude, dat is letterlijk zo'n... Wat is dat? Dat is zo'n... hoe heet het ook alweer? Een ster. Die dingen zijn in de end. Wat is dat ook alweer? Oh, dit is 100% Jeroen. Dit moet Jeroen zijn. Ha, ha, ha. Ja, want mijn comments die stonden er al vol mee. Van, joh, Harm, je moet zo'n ding bij Jeroen inzetten. Maar blijkbaar zijn er ook kijkers die dat tegen Jeroen hebben gezegd. Dus nu heeft Jeroen zo'n ding bij mij neergezet. Ja, super slim. Ik weet, als ik dat ding aanraak, dan gaat het kaboom. Dan gaat hij allemaal kapot. En dan blaast hij alles op. En, oh nee. Dit is toch geen grap meer. Wat is dit, man? Je hebt hem letterlijk naast me. Oké, ik weet niet hoe ver die range is, maar het komt heel erg in de buurt. En ik weet niet of hij dat met opzet heeft gedaan, maar hij kan wel een beetje slim zijn om te bedenken dat het echt naast mijn Iron Golem Farm staat, waar hij trouwens ook gebruik van heeft gemaakt. En dit is puur omdat ik een paar katten bij hem thuis heb neergezet. Ja, waarschijnlijk dus wel. Nou, ja, wat gaan we even doen? Misschien, ik weet niet of dat kan. Kan ik hem met Silk Touch weghakken of zo? En dat hij nou niet ontploft. Ik denk het eigenlijk niet, maar ik ga het toch proberen. Ja, dit is een of andere gekke ster. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Is het een Netherstorm? Nee, dat is iets heel anders natuurlijk. Ik weet het niet meer, maar in ieder geval, ik wil het weghakken. Ja, wat ik wel weet is dat deze explosie groter en krachtiger is dan een TNT-explosie. Dus de kans dat ik doodga is eigenlijk gewoon aanwezig. En ik ben level 20. Dus als ik doodga, Jeroen, dan is het jouw fout. Maar ik ga het gewoon proberen, want het moet die weg, toch? Oké, 3, 2, 1... Oh my god, ik ben bijna dood. Oh, wat ben ik blij dat ik niet sprong. Ik sprong net niet. Maar kijk eens. Oh, yo, die boom is helemaal kapot. En die... Oh, die zombie heeft het maar net overleefd. Jeroen is online. Weet je wat? We gaan even naar Jeroen toe. Zullen we hem gewoon pakken? Wat is het ook weer een klootzak? Kijk eens even wat hier gebeurt, joh. Het hele landschap is kapot. Okay, dan moet ik dus echt even binnenkort gaan fixen. Oh, yo, yo, yo. Dit kan toch niet? Jongen, jongen, jongen. De hele boel is opgeblazen. Misschien zijn er ook kijkers die nu zoiets hebben van... Yo, Harm had hem gewoon niet opgeblazen. Maar dan weet ik zeker dat Naomi dan een keer langs liep. En dan, hey, wat is dat? Boink! En dan is ze ook dood en dan is alles ook kapot. Vroeg of laat zou het toch gaan gebeuren. Hey, maar die Jeroen die is online. Weet je wat? We gaan gewoon even lekker naar hem toe. Want dit kan dus gewoon echt niet. Heb ik even mijn armen? Ja, ik heb een goede armen bij me. Ik heb niet mijn helm bij me helaas. Ik heb ook geen boog bij me. Ja, weet je wat? Ik zou mijn boog kunnen pakken nu gewoon. En even mijn helm. En dan kunnen we gewoon in principe naar hem toe gaan. Ik hoop dat hij thuis is en dat hij niet op pad is of zo. Dat zou heel erg chill zijn. Alright. Oh, dit gaat lachen worden. Oké. Oké, oké. Even koekeloer hoor. Moet goed opletten. Hij mag me natuurlijk niet zien, want ik wil wel die sneak attack op hem doen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik heb gewoon wat katten bij hem neergezet. En gelijk zo'n ding bij me neerpleuren. Ook nog mijn villagers lopen jatten. Oh, oh, oh. Dit kan natuurlijk niet, hè. Nee, dat kan niet. Waar zou die zijn? Ik heb echt geen flauw idee. Oh, oh. Ik hoor een deur. Dat kan een villager zijn. Ik denk dat het ook een villager is. Het is de bezoeker. Ik ga er gewoon naar binnen. Oké, okay, dit is, was een villager dus. Alright. Misschien is hij bij zijn main house of zo. I don't know. Oh, daar is hij. Daar is hij. Daar is hij. Daar is hij. Oké, okay, hij denkt dat dit gewoon vriendelijk is. Maar dit is niet vriendelijk. Oké, oké, oké. Zullen we gewoon attacken? Zullen we gewoon attacken? Ik heb mijn boog in mijn hand. Hij weet dat dit vijandelijk is. Hij weet dat dit vijandelijk is nu, denk ik. Als hij piekt, is hij... Oh, got him. Oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy. Oh, boy, 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 boy. Oh, Jeroen. Deze ga je terugkrijgen, vriend. Deze ga je... Yo, wat lekt het ineens? Die arrows lekken. Hey, nou, hij blijft me missen. Hij blijft me missen, deze man. Oh, 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 en attack. De attack. Hij denkt echt, wat de...
Oké, ik drop heel gauw zijn spul. Ik wil natuurlijk niks van hem jatten. Ik drop heel snel zijn spul. Oké, wat is nog meer van hem? Even koekeloeren. Ik denk dat dit het wel een beetje was. Hij doet ook net alsof er... Oh, heeft ze dit ingedaan of niet? Oh. Oké, ik zeg gewoon Jeroen. Niet leuk, hè? Mij beetje pranken, hè? Grappig, hè? Aha, iedereen lag in een deuk. Oké, ik zeg dat ik bijna ben doodgaan en mijn landschap is wel verwoest. Oh, maar dan is er niks aan de hand, toch? Ik hou niet zo van grapjes. Dus werd even heel boos. Hahaha. Nu ga ik je binnenkort... pakken. Je komt er wel achter. Die katten waren pijnlijk. Het moest. Ah, die katten waren niks. Thanks for the gold, though. Oké, we gaan hem binnenkort weer terugpranken, jongens. Ik loop ook gewoon weg. Jongen, wat een grap. Dit is toch wel een gekke manier om je aflevering te beginnen, hoor. Ik wil toch wel lekker verder gaan met de onderwaterbasis, natuurlijk. Zo'n leuk projectje. Gooi die kerel zo'n ding bij me neer. Jongen. Hij zegt, ik ben benieuwd. Hou mijn base heel, AUB. Ik zeg, dat zien we nog. Nog wel. Nou, ik hoefde in principe maar een stekje goud van hem. En hij heeft me gewoon meegegeven. Dus daar ben ik best blij mee. Dus dankjewel, Jeroen. Aan de ene kant ben je gewoon een klootzak. Aan de andere kant ben je ook alweer gul. Dus ja, je bent nog wel mijn makkertje. Maar ik ga je wel lekker vriendschappelijk terugpakken. Dat weet je ook wel. Dat moet even gebeuren. Zo, de goud pleur ik even hierin. Oeh, dit is nice hoor. Dit gaat echt goed. Hoppakee. Zo, mijn hele inventory zit echt bomvol. Hoezo loopt die kat ineens? Tuurlijk. Ja. Ik weet niet wie die volgt, maar die loopt gewoon hier een beetje vrij rond, oké. Even kijken, dit gooi ik even allemaal terug. Night Vision ook. Dat is dus ook zo chill aan die conduit. Ik heb me nog niet super erg erin verdiept, maar dat ding geeft dus ook effecten, zoals bijvoorbeeld Night Vision. En dat is in zo'n onderwaterbase, is dat super vet. Dan kan je gewoon een beetje chill door die zee heen kijken. And that's what I want. Yes, that's really cool. Oké, je zit ook nog allemaal glas in. Ik ga dat even allemaal eruit halen. Oeh, lekker hoor. Hartstikke mooi. Oké, meer kan ik die meenemen. Zo, Naomi heeft de kist ook weer netjes geordend, zie ik. Hartstikke mooi. Ik ben er heel slecht in. Wat dat betreft ben ik ook veel te lui met dat soort dingen. Zo, hier komt even wat glas in. Oh, het schijnt trouwens ook als je een wet spons in de nether neerzet, dat die dan ook droog wordt. En er waren heel veel kijkers die dat zeiden, dat dat blijkbaar sneller gaat. Ja, tuurlijk gaat het veel sneller dan in de oven. Maar moet je dan ook als weer graven? Moet je alles dan ook weer kapot hakken? Dat vraag ik me af. Of krijg je het gelijk in je inventory? Dat weet ik niet. Even kijken en we hakken het terug. En het is nog steeds een wet spons. Wat... Oké, dit is echt heel gek. Het blijft een beetje... Er waren zoveel kijkers die dat zeiden. Of doe ik iets fout of zo? Moet ik het zo hakken? Nee, dit werkt niet. Het werkt niet. Misschien moet ik hem even laten staan, dat hij dan droog wordt. We wachten het even af. Maar ik merk niks. Er gebeurt niks, jongens. Misschien is dit veranderd of zo. Oké, nou, ik hak hem weer weg. Dus ja, dit werkt niet. Misschien moet ik hem even in de lava zetten. Werkt dat? Wat gebeurt er trouwens als je een spons in de lava zet? Of dat ik het even op vuur zet of zo. Dat kan ik ook wel even proberen. Wat gebeurt er nu? Dit is volgens mij nog steeds een wet spons. Oké. Dat is heel erg gek. Oké, ik wil nu toch wel even de lava proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, ik ga hier even naar beneden. Oeh, jullie schrokken. Ja, jullie schrokken. Ik had het wel door. Oké, even koekloeren. We gooien hier even die spons neer. Zo te zien is hij nog steeds wet, want een andere spons ziet er wel anders uit, toch? Ja, dit is een andere spons. Oké. Nou, ik ga even er iets omheen bouwen. En dan hak ik hem weer even weg. Hoppakee. Yes, thank you. Ja, dit heeft dus helemaal geen zin. Die hele nether, dat werkt blijkbaar niet. Zo, het laatste glas gooi ik nog even in de kist. En het stone brick, ja, heb ik dat allemaal nog nodig? Niet echt meer. Dus ik pleur die ook gewoon mooi wat in. Misschien is het slim dat ik nog even wat rood glas fix. Dus laten we dat nog even doen. Gewoon zodat we een beetje reserve bij ons hebben. Dat is altijd wel chill. Oké, het is weer dag. En we gaan weer verder met ons projectje. Very nice. Hoeveel pumpkins zit hier trouwens in? Yo, 50. Super chill. Ja, ik heb nu al iets van 5 afleveringen lang ben ik dan niet meer geweest. Dus ik denk dat er al aardig wat stacks in zitten. En dat is super chill. Als ik dan weer één keer kom, dan heb ik echt mega veel. Oh, dit is trouwens echt klote. Ik moet even een normale ingang hebben. Want ik moet steeds door deze tunnel heen. En ja, dat gaat een beetje lastig. Dus ik maak hier wel even een ingang. En ik weet nog niet precies hoe ik dit wil gaan doen. Maar dat moet wel goed komen. Zo, hier kan ik ook natuurlijk naar beneden vallen. Wat? Tuurlijk. Ik moet het nog allemaal droog maken. Dat was ik nog vergeten. Oh ja, dat wilde ik mooi bewaren voor deze aflevering. Omdat het leuk is om te doen. Nou, weet je wat? Dan gaan we gelijk ermee beginnen, joh. Let's go. Nou, even kijken, hoor. Ik gooi hier even wat neer. Hier in het hoekje. Hoppakee. Nice. Ga ik gauw even wat adem halen. En daar gaan we weer. Let's go. Aan deze kant ook. Hoppa. Nice. Wat? Hier zit... Oh, nee. Er zit nog water boven, dude. Tuurlijk.
Oké, nou, nu is het wel droog aan het worden. Hoppakee, nog even hier zo'n ding neergooien. Oké, hier nog eentje. Kijk eens aan, dit moet wel lukken met een stekkie. Ga ondertussen wel even die wetsponsjes hakken. Oh, dit gaat zo slow. Nee, hier moet ik even een makkelijke, handige manier voor hebben. Hier komt er eentje. Oh, nice. Oh, dat wordt gelijk weer opgevuld. Dat is echt heel naar. Dat komt waarschijnlijk door dit hier. Hoppakee, kijk. Oh, dit... Wat, dit helpt bijna niet, joh. Nog een keertje, hoppakee. Nice. Kijk, nu gaat het al een stuk beter. Hier komt er even eentje. Oh, yo, doe normaal. Oké, hier komt... Ik plaats gewoon even eentje onder weer. Ja, dit helpt gewoon niet. Wat is dit? Waarschijnlijk moet ik het allemaal verschillende delen doen, zou je zeggen. Of gewoon boven werkt dit. Ja, dit werkt wel beter. Nee. Ik weet niet wat ik fout doe, jongens. Het werkt gewoon niet meer. Nou, ik moet sowieso niet onder eerst beginnen. Want dat is wel logisch dat het weer aanvult. Maar boven zou je zeggen dat het gewoon zou moeten werken. En dat, ja, dat doet het gewoon niet. Dus dit is best gek. Oké, ik probeer het nog een keer. Hier even eentje. Ja, werkt dit? Nou, niet, ook niet helemaal. Dan hier even eentje. Hoppakee. Kijk eens aan. Het werkt wel een klein beetje. Hoppakee. Nice. Het werkt wel een klein beetje. Hier eentje. Nice. Wat dan als ik echt dit ga spammen? Gewoon in één keer. Misschien dat dat best wel werkt of zo. Zo in één keer. Tak, tak, tak. Kijk, nou stroomt het niet terug. Het mag niet terugstromen. Ik wil niet dat het terug... Oké, dit volgens mij werkt dit een beetje. Let's go. Oké, dit heeft geen zin. Oké, nu verpruts ik het of niet. Oh, nee. Dit gaat best goed nog. Ik ben wel vet veel sponsjes kwijt nu. Dat is wel een nadeel. Hoppakee, ik spam met de sponsjes. Come on, man. Ben ik er al bijna doorheen? Is het bijna klaar? Hup. Ja, kijk eens aan. Dit werkt top. Hartstikke mooi, joh. Nou, dit is wat ik tot nu toe heb. Ik heb overal nu van die sponsjes staan. En we zijn nog niet eens op de helft, denk ik. Dus dat is wel naar. Nou, ik doe ook even die turtle shell even op. Wat is dit kloot. Ik dacht echt dat dit vet makkelijk zou gaan. Maar dit gaat dus echt totaal niet makkelijk. Zo, nou, overal pleur ik even wat sponsjes in. Let's go. Zo, toppie. Nou, nu heb ik zo weer een stekje te pakken, denk ik. Ik vind het wel heel irritant dat die kat zo aan het knorren is. Of hoe noem je dat? Ik weet niet. Dat noem je niet knorren, Harm. Dat doet een varken. Come on, hey. Hoe kom ik nou weer op knorren? Ja, hey, ik weet niet wat het woord is. Ja, zeg het even in de comments, want ik ben dom. Ja, daar komt het gewoon op. Nee, ik ben gewoon dom. Jongen, ik erger me soms zo aan mezelf. Zo, al die sponsors zijn bijna klaar. Ik moet er nog eentje. Let's go. En hebben we weer een stekkie te pakken. Ja hoor. Oké, die gaat nog best snel. Let's go. Hoppakee. Dan gaan we weer. Dit is dus de ingang met de achtbaan. Maar ik moet eigenlijk ook even een ingang gewoon te voet hebben. Dus dat ik er ook anders in kan komen. Dus daar moet ik nog even iets voor vinden. Dat zou ik via hierboven kunnen. Maar ik heb echt nog geen idee hoe ik dat wil doen. Ik weet ook niet hoe ik dit wil gaan doen. Even kijken. Kan ik het hierop zetten? Ik denk het eigenlijk wel. Laten we dat even proberen. Hoppakee. Ja, ik denk weer dat ik een beetje hetzelfde moet doen. Dat ging nog best wel goed eigenlijk. Oké, dan gaan we dan. 3, 2, 1. Let's go. Spammen. Hop. Hey. Oh, joh, die nacht is echt zo kloten. Maar ik ben wel bijna klaar. Ik heb alle sponsjes nu ook weggehakt. En ik ben nog een keer teruggegaan. Dus ja, het gaat best goed. Ik hang gauw even wat torches op, zodat we in ieder geval wat licht hebben. Kijk, dit scheelt er wat. Kijk hoe vet dit ook is, joh. Dit is toch gekheid. En dan even kijken. Pleur ik hier even een sponsje neer. Kijk, dit scheelt wel. Dit scheelt enorm veel. En hier even eentje. Nice! Het ziet eruit dat we bijna klaar zijn. Hoppakee. En hier even eentje. Hoppakee. En hier even eentje. Kaboom. En dit was het. Dit is het al. Oh, damn. Dat ging nog een stuk sneller dan verwacht. Dus 3 rondes. Zo hebben we lekker veel wet sponges. Heerlijk. Oké, nou top. Ik ga eerst even de boel zo goed als licht maken helemaal. Zodat hier geen mobs gaan spawnen. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Oh, dit is ook vet. Dat je gewoon echt de plantjes hieronder kan zien. En het gravel en zand of wat er ook ligt. Super vet. Oh, het is ook weer dag nu. Heeft Jeroen waarschijnlijk gedaan. Kijk, je ziet gewoon de vissen zo. Oh, dit is vet hoor. Dit is echt super vet. En hier in het midden zou ik dus zo'n ding willen hebben. Zo'n conduit. Dat zou ik heel mooi in het midden kunnen doen. Ja, ik had dus ook een heel leuk idee om later meerdere kamers te maken. Dus hier weer zo'n deur en daar zo'n kamer. En dan misschien hier nog een deur en daar nog een kamer. En er waren ook heel veel kijkers die dat echt een goed idee vonden. Dus dat gaan we ook zeer zeker doen. Maar jongens, dit is het dan. Dit is dan de onderwaterbasis. Echt super vet. Ja, het ding is dus dat ik echt enorm veel met die onderwaterbasis kan doen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jullie invulling. Hoe willen jullie dat zien? Wat moet ik er allemaal in plaatsen? Wat moet er juist niet in? Ik kan er bijvoorbeeld een hele grote opslag van maken. Geheime opslag. Nou, in principe hebben we die ook al, dus dat is niet echt nodig. Ja, ik ga dus een netherportaal erin bouwen. Dat lijkt me sowieso een hele goeie. En verder ben ik heel erg benieuwd wat jullie er graag in willen zien. Dus laat het zeker even weten in de comments. Ik ga nu weer even terug naar de village, want hier ben ik ook al een paar afleveringen niet meer geweest. Ik heb hier niet echt meer veel gedaan. En ik wilde dit even doen, want heel veel kijkers wilden dit zien. Dat ik bij die kraampjes een soort van menu ging maken. Dus wat ik hier kan kopen. Dus een beetje hier 3, hoppakee. En daar kan ik dan al mijn items in gooien. Dus daar kunnen we even lekker mee bezig gaan. Ik hoop dat ik genoeg
genoeg heb. Even kijken hier. Oh, drie zo. Let's go, dude. Oh, hoe moet ik deze even doen? Die staat op de hoek. Ah, die staat op de hoek. Wat moet ik ermee? En dan doe ik gewoon lekker zo. En hier ook eentje. Top. Nou, is dat ook weer klaar? Hier twee. Oh, we hebben meer dan genoeg van die dingen. Super chill. Nou, top. We zijn klaar. En dan gaan we gelijk even beginnen. Bijvoorbeeld bij deze librarian. Nou, wat moet daar natuurlijk bij? Het lijkt me heel erg slim om mijn paper erin te stoppen. Een bookshelf en een boek. Nou, heel erg makkelijk. Laten we dat even gaan verzamelen. Gewoon even drie van deze dingen. Hoppakee, hebben we gelijk die paper te pakken. En kijk eens aan, dan gooi ik die gewoon even hierop. Kijk, wat vet, joh. Hij is wel een beetje gek gedraaid, dus dat zou ik nog zo mooi kunnen doen. Ja, ik heb helaas geen emeralds bij me. En ik heb ook helemaal niks bij me wat ik kan verkopen. Dus weet je wat ik even ga doen? Ik ga gewoon even hier in de muur hakken. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar die boekjes kan ik wel heel mooi gaan verkopen. Oh, er zijn zoveel nieuwe bij. What? Aan de ene kant vind ik het super chill, aan de andere kant ook weer niet. Want ik ben bang dat al die masters die dus echt één boekje willen kopen voor één emerald, die een beetje weggaan. Dat zou wel heel zonde zijn. Maar er staan gelukkig nog wel een paar. Hier ook nog eentje, denk ik. Yes. Top. Ik heb 24 emeralds. Nou, dan koop ik ook gelijk even wat boekenkasten. Hoppakee. Nice. Dan gaan we in ieder geval dit weer even opvullen, want dit ziet er anders echt niet uit. Maar misschien is het trouwens wel een leuk idee om even wat hier weg te halen. Dan moet ik het later even goed gaan fixen, maar ik vind het altijd iets te krap hier, dus ik zou er wel even wat kunnen indunnen. Zo, doen we even een paar keer de trade. Al die nieuwe librarians, wat hebben ze dan allemaal? Ik ben echt heel erg benieuwd. Is iemand van jullie nieuw? Even kijken. Sharpness heeft deze en deze heeft Curse of Vanishing. Nou, die is echt, dat stelt niks voor. Eigenlijk wil ik die ook gelijk even vermoorden of zo. Is dat een beetje gek als ik dat doe? Ik denk het wel, hè. Deze heeft Smite 3. Oh, dat is best wel een hele goeie. Alleen ja, ik heb al Smite op dit zwaard, toch? Ja, Smite is ook niet zo boeiend, zit ik nu te denken. Dus dat valt ook wel weer mee. Nou, ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Wat gebeurt er als ik gewoon verder ren of zo'n villager kapot ram gewoon? Zal ik het een keer proberen? Dus als ik jou nou ram en nog een keer ram. Zo, die is dood. Wordt het een... Oh, zo. Oh, oké, dit was echt heel dom. Nee, wat heb ik gedaan? Nee, ze zijn mega duur ineens. Oh, oké, en die is boos. Die is natuurlijk boos op mij. Ja, dat was te verwachten. Oké, deze ook. Nee, die zijn allemaal nog steeds dezelfde prijs. Oh, nee, ik ga je dood. Ik ga je dood. Ik ga je dood. Yo, ik... Dit is letterlijk al deze keer dat ik dood ga door een Iron Golem. Wauw, dude. Yo, dit meen je toch niet? Wat een onzin. Ze zijn nog steeds boos, you kidding me? Wat slaat het op, joh? Nee, hou op. Oké, ik pak gauw even mijn spul op. Niemand viel eens meer boos, toch mag ik hopen. Oké, top. Ik trek gauw even met... Nee, jij bent wel boos. Oké. Leuk, hoor. Toontjes weer gezet, hoor. Jongen, jongen, jongen. Even kijken, welke moet ik aantrekken? Ik ga even mijn inventory ordenen. Ja, ga even lekker dood of zo. Flikker een uit op, man. Oh, er zijn zoveel boos. Nee, ze keren zich tegen mij. Dit wil ik niet. Dit wil ik niet. Nee, oh, er zijn zoveel, jongens. Er zijn zoveel. Nou ja, in ieder geval, ik heb veel te veel Iron Golems, dus ze moet ook even dood. Nee, kill my please niet weer. Ik wil niet weer dood. Ja, die is dood. Zo, die puntje doet wel zijn werk, hoor. Kijk, ze blijft gewoon op... Ik kan hier in principe bijna gewoon blijven staan. Kom op. Oké, nu gaan ze me raken. Oh, oké. Okay. En jij gaat dood. En jij gaat dood. Hoppakee. Sterf nou. Zo, die is ook dood. Word jij ook nog boos? Jij bent ook boos. En jij bent ook boos. Oh, wat leuk. Oké, dat ga ik dus nooit weer doen. Ik moet even, als ik villagers wil killen, moet ik het op een veel subtielere manier doen. Niet gewoon hakken in het openbaar. Want ten eerste worden de villagers die dat zien, die worden heel erg boos. Wat best wel logisch is. En nu ben ik heel erg benieuwd of ze die goedkope trade nog wel gaan houden. Want normaal gesproken, als je een villager slaat, dan duurt het 1 of 2 nachten. En dan is hij gewoon weer de normale prijs. Dus ik denk ook wel dat het weer goedkoop gaat worden. Maar deze, vooral deze villager. Ja, die, ik hoop niet dat die... Oh, nee, nee. Ik zit hier weer vast. Nee, dit is zo naar. Dit is naar. Ik kom hier niet langs. Oh, ik kijk mijn regeneration. Dat is wel heel chill. Waarom ging ik zo net zo snel dood dan? Want ik stond letterlijk voor de beacon gewoon. Dude! Oh, dat komt dat ze nou met z'n tienen stonden of zo. En in één keer vallen ze mij weer aan. Wat is dit? Yo, ik heb deze village hier gemaakt. Ja, ik mag doen wat ik wil. Ik snap dat jullie de villages willen beschermen. Maar ik heb dit opgericht, ja. Weet je wat? Ik maak jullie gewoon hartstikke dood. Twee daarvan. Zo, nou, die zijn ook dood. Hartstikke mooi, jongen. Ik wilde alleen even dit doen, man. Wat een gezeur. Oké, dan pleur ik het boekje even hierin. Gaan we even draaien. Zo, is wel vet, denk ik, of niet. Even zo nog een keer. Yes, en dan even een boekenkast. Top, die gooien we hier. Yo, dat ziet er gek uit. Oké, die draaien we ook even om. Dat boekje ook, het ziet er mega gek uit. Want hij echt verticaal, omdat hij zeg maar andersom staat. The Butcher. Ja, ik hoef natuurlijk niet alles nu gelijk te doen. Daar zit ook wel veel werk in. Als ik hier langs loop en ik heb wat producten bij me, zoals bijvoorbeeld bij de farmer. Dan kan ik lekker even een potetje erin gooien. Hoppakee. Kijk eens aan. Top. Wat? Er staat ineens weer allemaal wit. Hier snap ik niks van. Hier snap ik niks van. Dit hele experiment is serieus naar de knoppen. You kidding me?
Dit is zo gek. Zoals jullie dus weten, ik heb al die farmers heb ik allemaal gekilled. En ik had ondertussen de hele farm vervangen door carrots. Toen heb ik met 2 nieuwe farmers heb ik weer een heel nieuw legioen aan farmers gemaakt. En die hebben toen alleen maar carrots lopen oogsten. En in het begin plaatsen ze ook alleen maar carrots terug. En wat ook heel logisch is, want ze hebben alleen maar carrots in hun inventory. Maar nu ineens plaatsen ze alleen maar wheat. En ik snap hier niks van. Dit is wel heel rap gegaan. Come on. Oké, nu planten ze zich dus ook niet meer voort. Nou, heel erg jammer. Goed, wheat. Oh, kijk, ik heb nog wel een baby, dus er lopen nog wel wat baby's. Maar, oké, nou, het experiment werkt niet helemaal goed. Dat is best wel jammer. Hier plaats ik even een carrot. Dan heb ik ook nog wat wheat. Hoppakee, leuk hoor. Ja, misschien dat ik ergens nog een beetroot hier heb of zo. Dat zou misschien wel geinig zijn. Yes, ik zie hier tussen nog eentje. Top. Dan gooien we die er ook mooi even tussen. Ja hoor, top. Nou, die zit er ook tussen. Wacht, alles staat mooi rechtop. Nu staat alles perfect rechtop. Hartstikke mooi. Ik wil er nog even eentje doen. En dan kunnen we later nog wel meer dingen gaan doen. De fletsjes zouden we kunnen doen met een veer en zo. Maar ik heb hier geen kippen volgens mij. Dus dat is wel een beetje moeite. Heb ik nu geen zin in. Oh nee, er is nog één. Ze blijven ook maar komen. Waar kom jij ineens vandaan, vriend? Zijn er 3 boos ineens? Oh, wacht. Volgens mij triggers ze elkaar. Ik denk dat het een beetje is. Ja, maar ik heb niet infinite arrows. Nee. Dit is wel heel erg naar. Misschien dat ik in de buurt kan komen. Even 1 keer kan mappen. Oeh, die was nice. Meestal rammen ze altijd perfect in 1 keer terug. Oh, ik moet ze op perfecte range houden. Yes. Oké, dit is wel mogelijk. Maar het duurt wel echt enorm lang. Come on. Hoppakee. Lekker in de fik. Oh, het is dit naar. Dit is niet te doen met de zwaard. Ik ben al zo lang aan het mappen. En ik krijg steeds klappen terug. Ah, hoe lang gaat dit door? Kom op. Heb ik lava? Ik heb geen lava bij me. Anders wil ik ze gewoon even in de fik zetten. Aha, dat is 1. Ah, dat is de 2. En de 3. Oh, wat? Dat was al heel toevallig allemaal in 1 keer. Oh, bij de cartograph lijkt het me leuk om weer zo'n map ertussen te gooien. Weet je wat? Dan koop ik gewoon even een map. Geen zin om die even te maken. En dan toink. Maak ik even een mappie van precies hier. En oh, die is blijkbaar nog niet ingeladen. Dan laten we die nog wel even gauw in. Hoppakee. Come on. Let's go. En die is gemaakt. En dan gaan we die hier even opgooien. Op deze. Nice. Kijk, die kan je kopen. Cool. Moet je doen. Ja, wat past nog meer bij de cartographer? Ik heb echt geen flauw idee. Daarvoor zou ik hem eigenlijk even moeten levelen. Zo, ik zoek nog even de weaponsmith. Waar zit die? Heb ik die überhaupt wel hier tussen? Ik heb toch elke villager, zou je zeggen. Waar is de weaponsmith dan? Ik heb het idee dat ik de weaponsmith niet heb, of wel? Toolsmith en dit is de mason. Wat? Dat is niet met dat lappie, toch? Armorer. Huh, waar zit die? Oh, hier. Ik dacht al. Ik dacht echt oprecht dat ik hem niet had. Kijk, hier moet ik natuurlijk even iron tussen doen, want die verkoopt iron. Dat is super chill. Hoppakee. Zo, joh. Kijk dit dan. Gek. Kijk hoeveel iron golems er zijn. Oké, weet je wat? Ik ga die nog even killen. Want dit is niet normaal. Dit is zo belachelijk druk hier. Die filters kunnen niet eens meer normaal lopen, joh. Oké, weet je wat? Ik ga jullie lekker even allemaal afbranden. Ik moet wel heel erg oppassen dat ik niet het gebouw of zo raak. Dus dat is wel even belangrijk. Ik moet wel gelijk even de bucket terugpakken. Oké, even kijken. Valt mij niet aan. Of wel, als ik dit onder je neergooi. Gebeurt dat? Oh, ja, top. Valt hij me aan? Nee, hij valt me niet aan. Top. Aha. Ik denk wel dat dit lekker werkt. Ondertussen lekker even iedereen in de fik zetten. Ah. Oh, pff, ik zet mezelf in de fik. Lekker hoor. Dat gras is heel irritant om dat lava te plaatsen. Zo, let's go. Hoppakee, jij even. Oh, kijk, dit is zo naar. Hoppakee, lekker branden, pik. Lekker branden. Ja, ik even lekker branden. Hoppa. Ja, ik even lekker branden. Allemaal lekker branden. Moeten we oppassen dat de gebouwen niet in de fik vliegen. Ik moet het echt in de gaten houden. Want anders gaat het echt fout. Ja hoor, dus lopen maar in. Doei. Oké, ik hoorde de eerste iron golem al doodgaan. Super chill. Misschien moet ik even wat lava laten staan. Hier kan het ook wel. Let's go. Ik gooi het hier gewoon even neer. En dan branden ze iets snel. Oh, dit gaat wel heel snel. Dit gaat wel heel rap. Oh, nee, 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 nee. Oh, het stroomt helemaal naar beneden. Ja, hier moet ik mee oppassen. Hier moet ik mee oppassen. Oeh, nee, 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 nee. Het brandt ook al dat gras weg. Dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Ik moet even kijken. Nee, pas op. Jij pas op. Oh, nee, nee. Dude, are you kidding me? Stroomt het nou echt helemaal naar beneden? Oké, ik moet er een blok voor zetten. Ik moet erop. Wat is dit? Oké, dit was niet een slim idee. Dit was niet een slim idee. Oh, nee, er ontstaat vuur. Er ontstaat vuur. Nee, 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 nee. Wat heb ik gedaan? Wat, dit lava stroomt ook zo sloom. Dude! Come on, man. Oké, dit was heel dom. Wauw. Wat zat er allemaal in de fik? Alleen dit zat in de fik. Verder nog iets in de fik? Nee, hè? Oké, top. Even rustig eraan doen met het lava. Oh, ik dacht ik hoor iets branden, maar dat is daar natuurlijk. Woe, schrok me dood. Zo hierachter ook. Doe even normaal. Het ding is, ik moet het heel snel oppakken. Anders begint het dus te stromen. En dan heb ik een probleem. Dus ik kan het wel zo lang laten staan. En dan moet ik het wel weer oppakken. Anders verspreidt het en dan gaat het heel lang door met verspreiden. En dan kan alles in de fik vliegen. En dat wil je natuurlijk niet. Burn.
Burn, burn, burn. Iedereen moet branden. Brand. Oké, nou top. Ze gaan nu lekker allemaal dood. Ja, ik weet niet echt of dit dus een handige manier is. Weet jij een handige manier om deze Iron Golems te killen? Of dat ze überhaupt niet spawnen? En misschien moet ik daar even iets op gaan vinden. Dus bijvoorbeeld dat slaps hier neergooien of iets anders waardoor ze gewoon niet kunnen spawnen. Of iets met bomen of zo. Misschien is dat ook wel slim. Ik denk ook wel dat dat een beetje gaat helpen. Goed, ik moet ook even torches hier neergooien omdat het hier echt pikken donker is. Hoppakee. Is dat ook weer gefixt? Nou, er loopt niet super veel meer hier nog wel, maar daar ga ik lekker niet komen. Ik ga er lekker weer vandoor. Dit was alweer de video van vandaag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog als je het super leuk vindt. En abonneer dus op mijn kanaal als je echt meer Minecraft wilt. Want anders komt er gewoon niet meer Minecraft. Tot de volgende keer. Dikke doei en dikke later.